Yes, ik heet Enske en vandaag hebben we een nieuwe live Call of Duty Modern Warfare 3 commentary. Ja, toevallig hebben we waarschijnlijk vandaag ook Black Ops 2 geüpload. Nou, gelijk Modern Warfare 3. Dus we gaan een beetje back down memory lane, noemen ze dat volgens mij toch. Maar we spelen hier wat Infected op Dome. En dit is met een Juggernaut. Ja, wat moet je ervan zeggen, hè? Juggernaut. Dat is heel wat anders dan wat je gewend bent waarschijnlijk. Het is heel wat anders dan die Striker in Advanced Warfare. Oh, je kunt die gozer zelfs op de kaart zien, man. Nee. Huh? Heeft hij zelf ook een Juggernaut? Oh, een Juggernaut met Striker. Is het altijd al geweest? Oh, en ik had de kill. Wat? Oh, die is geweldig. Maar is het eigenlijk altijd al geweest, ja? Ik weet niet. Ik heb geen granaten hier. Het zou grappig zijn als het nou weer de kill, ja. Je bent wel echt dodelijk traag met zo'n Juggernaut. Oh, ik moet oppassen met ammo, man. Ik ken hem met 22 kogels. Ik denk het van snel. Waarom heb ik geen andere dingen? Maar ik kon me herinneren dat daar geen Juggernauts bij waren, hoor. Dat kan ik me echt herinneren, dat het gewoon normale enemies waren. Hij moet nou bijna dood zijn. Ik denk, ik zal hem elk moment dood hebben. Wauw, ik heb er geen kogels meer! Oh, dit wordt mooi. Ik heb 3 assisten. Ik sta bovenaan 1 keer 3 assisten. Misschien kan ik het beter anders aanpakken. En iedereen gewoon dood laten gaan. Scheid hebben. Gewoon niet gaan wachten. Hier, hoppakee. Nou zijn er 2 enemies, dat is al beter. Want we kunnen dit volgens mij niet zomaar aan met ons Juggernaut pakje. Je bent veel te traag, maar nu zijn ze ook van de kaart af. Nu zijn ze onzichtbaar, dus dat is best wel fucked up. Best raar dat die eerste dan wel heel zichtbaar is op de kaart. Dat is best wel idioot. Hey, leuk man. Ja, leuk. Leuk, leuk. Dat ging niet helemaal volgens plan. Dat is één ding wat ik kan vertellen. Je bent zo traag. Ik trouw die knop echt helemaal vooruit. Kijk, ik kom amper vooruit, jongen. Kijk maar je traag zijn. Ik kom verdomme lopen. Jezus Christus. Doe normaal. Doe normaal, jong. Hé, hey, kijk eens aan. Die moeten we hebben. Scavenger. Zij pakken het niet, dan pak ik het op. Oké. Okay. Maar dit ben ik echt totaal niet gewend, jongens. Nadat je Advanced Warfare speelt en zo, en dan ga je dit doen. Oh, hij is geen Juggernaut. Hé, hey, dat is het verschil. Moet je dat ding echt kapot maken? Maak kapot. Hoe kan ik... Waarom kan ik niet... Je kunt niet slaan met dit. Oh, wat? Oh, die button layout is nog anders. Natuurlijk, mijn... wat nou? Mijn game die is... of mijn PlayStation was destijds gecrashed. Dus ik moest alles overnieuw installeren. Dus al die button layouts en zo staan ook nog verkeerd. Dus dat is een beetje het probleem. We gaan eventjes dat veranderen, anders heb ik daar ook weer shit verkeerd staan. Oh, hier! Sensitivity op 2! Ik denk, hè? Wat is dit nou weer? Oh, ik hoor iemand naast me. Oh, nee. Even kijken. Battle layout op tactical. Oh, daar moet ik wel... Nee, ik moet klikken! Ik denk, wat is dit voor rare shit, man? Ik beweeg ze traag. Ik kon nog maar niks doen, hè? What is this madness? En nou beweeg ik fucking snel, omdat ik net even gewend was aan 2. Sensitivity 2. For real. Yep. For real. Volgens mij heb je hier maximaal 10 sensitivity of heb je die 20? Omdat hier nou 6 best wel snel is eigenlijk. Mag er langs, dankjewel. We gaan naar boven. Kom, kom, kom. Kom. Let's go, let's go, let's go. Dat is mijn kill. Als jij eerst gaat, dan jat ik kill. Holy shit. Hoezo ontploffen die mensen? Holy fuck. Ik heb bijna geen koos meer. Gooi naïven. Kan geen kwaad. Ik moest ammo hebben. Ik kom echt niet vooruit. Kijk dit. Hoe doet dit? Oh, check al die. We moeten ammo pakken. We moeten scheid hebben. Iedereen laat die dingen liggen. En dadelijk zitten zij zonder ammo. Ik pak het slim aan. Dus wij zullen de final survivor zijn. Nee, denk ik niet. Hier, jongen. Oké, en liggen. Stay down. Hier. We gaan onze moab halen, jongens. Jammer dat ik hier geen serie van kan maken. Dat je survival of infected doet met Juggernaut. Want je... dit alleen maar heb op deze map. Oké, weet je wat we op dit soort momenten moeten doen? Gaan liggen. Dit is gewoon de manier. Ik had geen ammo meer. Ik moest even slim aanpakken. Komt eraan. 3, 2, 1. Wow! Lactastic! We staan achter 0. Nou wordt het wel spannend, jongens. Nou wordt het spannend. Alleen... Uh-oh. Niet handig. Niet handig. Oké, ik ben fucked. Ik ben fucked. Ik ben fucked. Ik ben fucked. Je bent zo traag met dit ding, hoor. Hij blies zichzelf op! Wat een pannenkoek. Oh, nee, backfuck. Nou, backfuck. Nee, niet de granaat. Nee, ik ben lopen. Ik wou laden en lopen tegelijkertijd, maar dat kan deze game niet. God damn it!
Oh, er zijn er veel over, man. Oh, nou, leuk. Leuk. Let's go. Come on, Rambo-stijl. Woo! Oké, we hebben één Juggernaut kill. Ik heb 500 punten voor een Juggernaut kill. What? No, was dat de laatste? Nee, dat was niet de laatste. Ik kwam bijna dood, dan moest haast wel. Maar dit is raar, man. Oh nee, er lagen nog veel meer boven te campen. Oh ja, natuurlijk, ze zitten altijd bovenop dat ding te campen, natuurlijk. Dat is bekend. Maar 10 om 1. Ik ben op zich een reet tevreden omdat ik op Sensitivity 2 speelde. Met een verkeerde button layout. Hè? Wat weegt er aan, man? Maar in ieder geval, we gaan het nog een keer doen. We zullen even kijken wat we nou krijgen. Hopelijk wat normaals. Want dit is echt... ja, dit is niet logisch, hè. Dus we zullen het zo meteen zien. Yo, daar zijn we weer. En we zijn zojuist een nieuwe lobby gejoined. En ik weet niet wat het is met deze games allemaal. Maar het lag als de pest, man. Dat is niet normaal. Dan heb je gewoon heel 4 bar en dan ineens een lag spike. En dan krijgt iedereen een 1 bar. En dan ben ik eerst effect. Wat een wonder. En dat is leuk. Oké. Waarom moet ik eerst effect zijn? Hoezo heb ik... Ik heb 1 kill gemaakt. En er zijn dan gelijk 3 effecten. Nou, maakt niet uit. Dus een keer wel anders, hè. Dan zie je ook niet vaak dat ik effected ben. Oh my fucking... Jesus! Oh, ik denk, wat is dit nou weer? What the fuck? Die vent is zo stom en ik ging nooit dom. Ik moet even die controls doorkrijgen. Ja. Yep. Hallo. Serieus? Wauw. Zijn die mensen brain dead? Want ik ben fucking slecht met throwing knives. Oh, daar zit er een te camp. Hallo. Zijn die mij door hebben te kiezen als ik kom? Ik zie die claim, maar dan kan ik gewoon erin rennen. Kijk, kijk, go. Oh, get wrecked! Oh, je vent werd geowned. We gaan sowieso hierna nog een match doen tot wij 1 keer infected kunnen zijn. Of infected, survivor kunnen zijn, want gelijk infected is leuk en zo. Maar niet natuurlijk de bedoeling. Daar zitten ze allemaal. Daar had ik wel verwacht. We gaan weer aanpakken. We gaan gewoon erop afrennen. Dus net ook zei, je rennen gewoon op af. We ownen ze gewoon, simpel is het. En ik heb wel iets nodig voor Throne Knight eigenlijk, want we zitten allemaal... Campen achter die mooie blokjes. Die man moet via die kant rennen. Dan ren ik via deze kant. Hij schiet maar een paar keer. Uh-oh. Let's go. Zal hij mij zien? Ik zie hem daar. Daar is hij. We gaan hier als een ninja aanpakken, jongens. De teammate moet linksaf. Teammate, ga linksaf. Ja. Come on. Nee, met de traag. Oh nee, dat was zo close. Dat was zo close. Dat was echt, dat had hem moeten zijn. En ik klom op de muurtje en ik dacht dat hij op de muurtje lag te campen. Maar dan zat hij waarschijnlijk eerder, maar niet nu. Woo! Get wrecked! Lig je daar? Uh-oh. Kom maar. Nee, er zit er in het hoekje! Oh, no. What? Mijn throwing knife die zit aan het touwtje vast. Ik gooi mijn hand gewoon in de lucht. What the fuck? Connectie? Hallo? Nee, maar we zitten dus in dat holletje. Holletje van de leeuw. Mak, wauw, de connectie. Please. Stop. Oh, for fuck's sake. Er staat een prachtig mooie vierbar. Nou, als dit vierbar is, alsjeblieft. Stop ermee. Dit is waarom ik dus geen oude Call of Duty meer speel. Gewoon, what the fuck is er met die verbinding? Kan niet aan mij liggen, want ik heb het niet in andere games. Alleen Call of Duty games. Oude Call of Duty games. Waar zijn die mensen dan? Ze zijn weggevlucht en ik wil weten waar. Ah, het zit erop. We staan nog negatief ook. 5 om 6. Hé, jongens, ik was eerst infected. Dat moet op zich... Ik vind het op zich best netjes. Als je tweede staat en bent eerst infected... Dan vind ik dat daar op zich nog best wel voor geklapt mag worden. Hé, maar even serieus. Connectie. Alsjeblieft, zeg. Hé. 4 bar, dan heb je dit. Zo jammer. Nou, we hebben weer een nieuwe match. En we gaan eerst even iedereen mute. Ik ga er niet van uit dat ik nou infected zal worden. Hè. Dat zal echt gewoon... Dat zal karma zijn. Als het nou weer... Maar dat kan volgens mij sowieso niet meer. Hé, hey, die gozer... Die gozer infected is dus degene die als eerste boven op die brug zit te campen. Dat is wel komisch. Wat gaan wij doen? Wij spelen met de pepernetjes. Dat is allemaal leuk en zo. Pak het mooi. Claymore hier. Kikaboe. Die! Ja, ik weet niet wat het is. Mijn sensitivity wil ik echt laag zetten, man. Hey, mijn ammo. Yeah. Ik ga zo meteen even kijken, hoor. Mijn sensitivity staat toch wel pittig hoog. En normaal gezien, al staat hij volgens mij zo hoog. Maar hij staat normaal op 6. Op Advanced Warfare tenminste. Ik hoorde hem rennen. No, dat is niet goed. Dat is geen goed nieuws. Het ding heeft trouwens wel veel ammo, hè. Dit is voor me echt een ideaal wapen voor infected. Het is natuurlijk geen long range wapen. En de lag weer. Hoppakee. Het is geen long range wapen zoals die type 95. Maar het doet wat het moet doen.
En ik weet dat daar een enemy in toekomst zat. Ik zag hem, daarom. Ik zag hem toen ik hem voorbij liep, maar het lijkt allemaal, het hapert allemaal, het is niet te spelen. En ik weet echt niet of het echt aan mij ligt of niet, het lijkt me sterk. Dan had er toch wel een eenboom moeten staan, dat staat er niet, dus ik vind het allemaal een raar verhaal. Ik sta op een niet ideale spot, zit er nou eentje? Yep. Hij gooide weer een throwing knife. Je moet het alles in de gaten houden, hè. Dat is niet grappig. Sommige mensen denken echt dat je ze niet ziet en dan rennen ze gewoon op je af. Maar dat zie je wel. We zijn niet dom. Nou, een klein beetje misschien, maar niet zo dom, hè. Hé. Hey. Doe nou. Ik denk serieus dat dit echt wel een topspot is. We staan 10-0 al. Dan komt dat wij als enige niet op die fucking brug zitten. En dan moet ik eigenlijk nou die kills maken. Juist op dit moment. Gewoon het feit dat nou nog niet iedereen infected is. Want als dat zo is, dan ben je fuck, want dan komen ze allemaal wel op mij af. En dan ben ik de final survivor. Wat dadelijk ook het geval zal zijn, denk ik. We gaan hier gewoon die mobile binnenslepen, jongens. Ik voel het. Ik heb hem. Daar ben ik iedere keer bang voor, dat ze inderdaad hier spawnen. En zag je dit? No way! No way! What the fuck? Dat is alles wat ik kan vertellen. No! Niet via de muur! Nee, ik krijg het niet te zien! Jij motherfucker! Uh-oh. Oh ja, en ik word gehit, terwijl ik al minstens 1,5 maand om de hoek ben. Dat is cool, it's cool, it's cool. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Verder. Hij zit allemaal boven, hij zit allemaal nog steeds boven. Ik ga proberen als een ninja te spelen, jongens. Zal er daar ook wel één keer iemand naar beneden gaan, dat hij Emma moet halen ofzo. Kom maar. Of er komt daar ook één keer. Hij zag me! Jij motherfucker! Oké, we gaan het anders aanpakken. Vanaf hier. Dat moet toch wel lukken. Nu! Nee, ze gaan echt allemaal gewoon precies op dat moment uit elkaar. Zag je dat? Ze lopen constant met z'n drie TOK aan te beuken. Mensen, ik dat ding wil gooien. Beslissen ze allemaal tegelijkertijd dat ze allemaal uit elkaar gaan rennen. Die was iets. Hey. Dat was gewoon gekregen. Van alsjeblieft, hier, krijg je de kill. Nog steeds vind ik het echt fantastisch hoe die gozer maat gekillt. Allemaal leuk en zo. Nee, dat kan niet, hè? Dat weet ik al. Er moet er een keer een moment zijn dat ze gewoon erin kan gooien. Gewoon een soort glitchy of zo. Hetzelfde met muren. Je kunt soms door muren heen raken. Oké, die was bullshit. Ik weet dat ik hem kan killen. Ik weet wat, ik was op de hoek. What the fuck? Oké, dit is hem, dit is hem, dit is hem. Moet je kijken. Yes! Come on, bitch! Let's go! Die gozer het eventjes, die kreeg billenkoek, joh. Die kreeg billenkoek. Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar deze effect is echt 10 keer zo leuk als van alle andere Call of Duty bij elkaar. Dat is gewoon. Punt uit. Zo simpel is het. Dit is gewoon, deze effect is gewoon fantastisch. Kan ik hierop? Nope. We gaan even kijken of die gozer dan nog kunnen killen. Die is mine. Nee. Ik heb hem wel. Wacht maar. Dit is hem. Nu. No, dat was zo close. Dat was zo close. 25. Best net. Ik had 4 kills in effect of zo. Met lag. En ik snap niet wat er is met die 4 bar. Maar in ieder geval, het is vandaag een wat kortere video. Kort. Ik weet eigenlijk niet hoe kort. Want ik heb al 3 matches gespeeld. Maar ik heb dit in effect wat korter. Meestal duurt dat best lang, hè. Wat je in het begin eigenlijk niet heel veel doet. Waarschijnlijk is deze video nog bijna 20 minuten. Maar in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Gewoon een keertje wat Modern Warfare 3 en dan Infected. Als jullie willen dat ik een Modern Warfare 3 Infected serie ga starten. Of gewoon een Infected serie over het algemeen. Laat het me weten. Want sommige mensen zeiden juist over het algemeen. Maar mijn eerlijke mening is wel dat Modern Warfare 3 veel leuker is. Maar de connectie zuigt gewoon echt ballen. Dus in ieder geval, als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.